gaan we weer, omdat jullie zoveel 12.000 FIFA punten. Is dit een teken van God dat ik niet punten erop mag knallen? Ik wil voor mijn pakketjes openen alsjeblieft. Doe eens iets. Ga je dat doen? Wah! Haha! Daar gaan we, hè. Bestellen en betalen. Omdat jullie zo graag willen dat ik packs ga openen. Nou, lieve mensen, ik heb er weer wat geld op geknald. Ja, dat is eigenlijk een beetje de intro van de video. We gaan gewoon weer teringhard packs uitgeven. Lieve mensen, hartstikke welkom bij weer een nieuwe video. Wil jij FIFA punten winnen? Ga dan even naar mijn Instagram account. Volg mij en DM mij ook even dat je mij gevolgd bent. Dat je dus hebt geaccepteerd. Dat je mij dus volgt op Instagram. Want als je mij dan even een DM'tje stuurt, dan weet ik tenminste dat jij mij volgt. En wie weet ben jij dan een van de winnaars die 20 euro krijgt aan packs. En dan kan jij ook heerlijk packs open tijdens Team of the Season. En wie weet kan je er wel een hele lekkere packen. Want godverdomme lieve mensen, wat zijn we toch weer keihard. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. Op naar de 100.000 abonnees. We zijn er bijna. We zijn er bijna 100.000 abonnees. We gaan naar deze video gewoon belachelijk packs openen. Het interesseert me geen ene tyfus. We hebben gewoon het laatste stukje FIFA. Ik wil gewoon geld spenderen. Ik wil het gewoon een beetje erin pompen. En kijken uiteindelijk waar we terechtkomen. Ik wil gewoon even lachen. Dat is het enige wat ik wil. Ik wil gewoon even lachen. En geloof me, lieve mensen, lachen is wat we gaan doen. Want de BPL Team of the Season is nog steeds actief, lieve mensen. Ja. Ik zal eerst even bij het begin beginnen. Zoals je misschien hebt gezien in de vorige video. Heb je die nog niet gezien? Ga die even kijken. We hebben vochtige Virgil en Laporte en dus en Robertson en Alisson. Wat betekent dat we eigenlijk alleen repende Ronnie willen we sowieso in de spits behouden. Ik zat te denken aan eventueel een rechtsback die Frans is. En dan kunnen we hier kunnen we eventueel Kilianus. Maar in ieder geval zijn er een paar spelers die ik sowieso wil hebben. Maar we gaan eerst gewoon de packs openen. Want dan kunnen we de munten uitgeven, dames en heren. Want we gaan even kijken. Is iedereen verkocht? Alleen Smeichel moet ik... Oh, Donnarumma is nog niet verkocht. Maar we mogen heel ons team gaan vormen. Maar eerst voordat we dat gaan doen, gaan we lekker packs openen. Gewoon lekker packs. Gewoon en dan heerlijk. Heerlijk lekker al die coins weer uitgeven. Heb ik er godverdomme zin in, lieve mensen. Ah, gaan we doen. Oké. 100k pakketje. Let's go. Ook nog een paar met munten openen. Ook gaan we nog een paar met munten openen. Geen walkout. Oké, hup, kom op. Moet een beetje tempo erin houden. Laten we gewoon een keertje gewoon lekker wat lekkers doen, joh. Laten we gewoon een keertje gewoon een walkout, joh. Juist, in de team of the season. Blauw. Fuck. In vorm. Ja, jezus. Je hebt toch ook geen tyfus aan? De Paul. Godverdomme, lieve mensen. Nou, jij gaat lekker bij mijn club. Jij gaat zo weg. Frankie. Hey, Frankie. Is goed. Lekker naar Barca. Natuurlijk, joh. Eén keer borden. Eén keer walkout. Nou, lieve mensen. Kom maar, gaan we door. We zijn in het stoppen. Jawel, walkout. Jawel, team of the season. En we krijgen wat. Hamdallah, oh, Amrabat. Oh, Amrabat. Oh, Amrabat. Hoeveel ben jij? Dang. No. 83 reden, dat gaan we houden. Lucas, gaan we kickstellen. 83 reden, dat houden we wel even. Lieve mensen. Kom op, geef me gewoon even wat lekkers. Kom op. Come on. Yes, walkout. Team of the season. Zijn wel op zich lekkere pakketjes. Kroatië, CM, Modric. Nee, Rakitic. Ah, 87 gereden. Ja, oké. Is op zich wel lekker. Is op zich wel lekker. Mogen we niet heel erg over klagen? Prima. Oké, verder. Oké, we moeten nog wel een beetje... Kom op. Misschien moet ik eentje gewoon mijn munten openen. Ik ga nog wel eentje mijn munten openen. Sorry, als we geen fucking walkout eruit krijgen, dan word ik helemaal lauw, jongen. Robben en Fabinho. Weer die fucking Davies, daar word ik ook helemaal scheidsziek van. Kom, let's go. We krijgen toch een eentje, nog laatste, kom op. Fuck. Als je gewoon geen fucking walkout eruit krijgt, dan word ik toch helemaal lauw. Vidal. Weer fucking Frenkie de Jong. Nou, zullen we nog een paar van deze rakkers openen?
gaan een paar van deze rakkers openen. Hoeveel kunnen we daar nog voor doen? Zeker 5. Kom op. Kom op. Niet blauw. Frankrijk. Doelman, Loris. Kutzooi. 88 Loris. Godverdomme. Paardenloof ook geen team of the season. Oké, kom op. Kom op. Dan pakken we keepers die fucking team of the season. Kom op, ik wil een team of the season, jongens. Alsjeblieft. Ik wil nog een team of the season packen. Ik wil nog één team of the season packen. We hebben nog 4 kansen. Fucking team. Ja, kom op. Kom op. Blauw. Blauw. Dit is een team of the season. Dit is weer die. CVM. Wat is dit? Petros. Oh, Petros. Oh, Petros. Kom eens op, man. Oké, kom op. Gaan we weer. Kom op. Is niet erg. Kom op. We krijgen wel wat leuks. Kom op. We krijgen wel wat, lieve mensen. We krijgen wel wat. Komt er maar. Is niks. Is godverdomme niks. Fucking Michal. Godverdomme. Weer fucking Frenkie de Jong. Kan ik dat goudpakket? Kan ik die kwikcellen of niet? Daar heb ik toch helemaal geen initiatieven aan? Godverdomme zeg. Oké. Voordat we het laatste pakketje nog gaan doen. We kunnen namelijk nog 2 leuke pakketten kopen. We gaan eerst eventjes... kijken hoe we ons team gaan vullen. En dit wordt echt, dit wordt niet best. Oh, dit was echt zo, er zat er zo weinig in. Godverdomme zeg. Even kijken, Neymar. Ik vind die Lacazette echt, volgens mij echt, die Bernardo Silva vind ik ook wel lachen. Ja, dat is lachen. Die gaan we denk ik doen. Die gaan we gewoon kopen. Scheid, die gaan we gewoon doen. Scheid, onze eerste aankoop. Ja, dit is fantastisch. Ja, gevoelens. Echt bizar. Wat gaat er om me heen? Ik heb geen idee. Dat betekent dat we nog 3x3 hebben. En Bernardo Silva, die komt dus... Ik denk dat we sowieso een andere opstelling gaan spelen. We gaan lekker met 4-2-3-1 gaan we doen, denk ik. Zo, hoppakee. Ja, goed. Bernardo Silva. Ja, jongens, ik weet het ook niet. Ik weet wel wat ik ga doen, maar ik moet gewoon op die packs openen. En ik hoop dat er iets goeds in zit. Kut, sorry. Oh, man. Ja, ik hoop het echt. Ik hoop echt dat iets leuks in zit. Ik hoop het echt. Anders ga ik gewoon nog voor coins openen. Ik ga gewoon alles met coins openen. Hoop dat ik nog een team op de season pack. Kutzooi! Oh, jongens. Alsjeblieft, een team of the season. Alsjeblieft, het is zo welkom. Alles kan ik niks meer. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nee! Even mijn coins openen. Misschien is dat het. Misschien is dat de weg tot een... Kutzooi. Oh mijn hemel. Oké, nog één voor coins. En dan gaan we gewoon kijken of we ons team kunnen vormen, jongens. Nee, natuurlijk niet. Ik wil gewoon nog één keer gewoon een walkout, alsjeblieft. Eén keer nog gewoon een walkout. Dat is het enige wat ik wil. Ik wil gewoon alleen een walkout. Allerlaatste. Daar ben ik er echt klaar mee, beloofd. Allerlaatste. Het is ongelooflijk. Vuil vies, grafspel. Zal ik er nog gewoon eentje om het af te leren? Gewoon de allerlaatste. Gewoon even kijken waar het schip staat. Gewoon eentje om het af te leren. Gewoon even kijken. Dan uiteindelijk krijgen we natuurlijk geen walkout. Dat is wel heel erg fijn. Maar niet getreurd. Want we gaan natuurlijk gewoon... We willen wel gewoon dat het verder gaat. En we willen het gewoon... Dit was de laatste. We gaan het nu niet meer doen. We gaan nu niet meer... die coins verspelen aan packs. Want dat is gewoon heel erg zonde. Maar dit is wel echt... Hierna stopt het wel echt hoor. Want hierna gaan we het niet meer doen. Dit is wel echt de laatste keer. Want nu krijgen we een walkout. Ja, of eventueel niet. Dat zou ook kunnen. Oké, 80 reden. Oké, dat is 55.000 minuten. 80, oké. Okay. Dit is gewoon de allerlaatste keer. En dan kijken we wel hoe het vanaf daar loopt. Dit is gewoon de allerlaatste hoor. Daar die van. We hoeven ook helemaal geen walkout te krijgen of zo. Het is niet dat we aan de lopende band packs... nu moeten we gewoon stoppen, want je merkt gewoon... Je geeft gewoon te veel munten uit aan packs en je krijgt het er gewoon niet uit. Dus nu stoppen we ook. Na deze. We stoppen na deze en na deze is het gewoon klaar. Want dan krijgen we een walkout. Ja, of eventueel niet, hè, want dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen. Want we krijgen wel gewoon borden, dat is hartstikke fijn. En dan zie je dan dat je Kagawa van Besiktas. Nee, ik ben niet in voor dat muziekje. Maar, weet je, het is wel gewoon vervelend dat je nu al bijna 500.000 munten hebt uitgegeven. Had je gewoon net zo goed gewoon in je club. Misschien als we dit 2 keer openen dat het dan beter gaat, maar
We zullen het gewoon nog één keer proberen. En uiteindelijk is het dan ook echt net niet. Gewoon nog één keer gewoon zo'n pakket openen. En dan kijken we even, krijgen we een walkout. En dan hoeft dat ook helemaal niet. Want we zijn gewoon... ja, je hoeft ook helemaal geen borden te krijgen of zo. Want het is niet dat je er munten aan uitgeeft. Dit is gewoon de allerlaatste keer. En dan kijken we wel gewoon hoe het vanaf daar loopt. Ik wil gewoon één keer wil ik gewoon dat logo zien. En we hoeven hem ook niet echt te krijgen of zo. Van Liverpool. Ja, dat is chill. Dat is 83 gereden. Het is iets minder, ietsje minder dan die 55.000. Maar het is nog steeds wel lekker om te hebben. Het pakket is ook niet meer beschikbaar. Dus laten we gewoon lekker dan overgaan op deze pakketjes. Gewoon puur voor het feit dat we het lekker vinden. Dat we... niet nog, we hoeven ook nog niet echt een balkout te hebben of zo. We gaan gewoon door. Maar ik heb nu al een punt bereikt dat ik denk, dit is de allerlaatste keer dat we het gaan proberen. Gewoon de allerlaatste keer en dan kijken we wel hoe het vanaf daar loopt. En buiten dat, ik hoef echt ook helemaal niet een borden. Hoeft helemaal niet. Oké, zou ik nu al even spelers gaan kopen voordat ik echt helemaal niks meer heb? We krijgen... geen walkout, maar dat is niet erg. Dat calculeren we in van tevoren. Oké, okay. Maar buiten dat, we gaan wel gewoon eventjes spelletjes kopen. We gaan even Wijnaldum gaan we verkopen. Hallo? Nice. Genie hebben we alvast. Dan hebben we nog 2,5 over. En eigenlijk zit ik gewoon te twijfelen om Eusebio gewoon weer te kopen. Sowieso gaan we weer... even kijken, die Pogba, hoeveel was die? In vorm die ik eerst 89 en de 90 versie had. Dus nu gaan we gewoon kijken van, we kopen gewoon de 89 versie, zien we wel hoe dat loopt. Toppie, Pogba erbij, gezellig, leuk. Gewoon een beetje Pogbanus in de Vranus. Wat doen we hier zo? Doen we Poggi? Hè, lief mensen, hè? Laten we dat even niet doen. Dan kunnen we nog, hebben we nog, hoeveel miljoen hebben we nog? 2,2 miljoen voor 2 spelers. Hoe de fuck gaan we dit doen? Nou, zou hier er wat in zitten? Denk ik niet, hè? Het is wel een walkout. David de Gea. Godverdering, tyfus. Die heb ik niet nodig. Lieve mensen, ik ga het gewoon hierbij laten. Ik kan nog wat spelers verkopen. Dat ga ik zeker doen. Ik heb nog 2,3 miljoen munten. En nog wat, zeker wat spelers in mijn club. SBC doen. Moet ik eventueel wat anders doen? Laat het even weten in de comments, lieve mensen. Hartstikke bedankt voor het kijken. Nogmaals, wil jij PlayStation punten winnen? Of wil je FIFA punten winnen? Volg me even op Instagram. En dat kan je doen hieronder. Hier zie je ook een leuke afbeelding. Mensen. En wie weet ben jij degene... die FIFA-punten krijgt. Doe het wel 2 keer. Dus je hebt dubbel zoveel kans. Lieve mensen, hartstikke bedankt voor het kijken. Ik zie je allemaal bij de volgende video. Want dan gaan we de spelen kopen. En dan gaan we Weekend League spelen. Hartstikke bedankt voor het kijken. Spreken jullie. Tot bij de volgende video. Doei. Ciao. En laat in de comments weten hoe nu verder met dit fucking team, lieve mensen. Laat het even weten in de comments. Want ik ben echt wanhoop erbij.